Hallo allemaal, morgen is het lichtjesdag. Lichtjesdag, wat is lichtjesdag? Nou, dan gedenkt men de overleden kinderen. Ja, ik wist dat ook niet, maar ja, wat ga je daar nou bij tekenen? We kunnen wel weer een kaarsje gaan tekenen, maar die hebben we al een keer getekend. Maar laten we eens kinderen gaan tekenen. Het is een verschil weer tussen een mens tekenen en een kind tekenen. Laten we dat eens gaan kijken met wat tips hoe je makkelijker een kind tekent en dat het ook op een kind lijkt. Doe je weer mee? Goed, kinderen. Ja, hoe teken je nou kinderen? Goed om te weten is dat als je gewoon hoofd hebt, zitten die ogen in het midden. Qua hoogte en van kin en kruin zitten die ogen ergens in het midden. Maar een kind, dan zit dat wat lager. Laten we dat maar gelijk tekenen. Ik begin even met de oren. Zo, en dan groot voorhoofd. En dan zo. Zo. Laat hem wel lachen, dat kind. Maar dan zie je al dat het hoofd veel hoger is, hè, dat voorhoofd. We maken hier een babytje van. Dus dan heeft hij geen tanden, wel een tong, zo. Dan heeft hij misschien wat haartjes, zo. Misschien hier een mooie krul, zo. Zo. Dat is echt een babytje, hè, zo om te zien. We kunnen natuurlijk ook nog een jongetje tekenen. Hè. Dan even kijken hoor. Laten we beginnen met de neus. Zo. Neus. Ogen. Een beetje een stripstijl. Zo. Wenkbrauwen. Zo. Mond. Tanden, tongetje, zo, kinnetje, wang, zo, deze kant ook, een oor, en laten we hem een pet opgeven, zo, bed. Wat haar geven. Zo. Hier ook wat haar. Zo. En die klep van die pet. Zo. Mogen we hier wel wat schaduw geven. Zo. Nou, een klein nekje. Armpje, hand, t-shirt, laten we maar ergens naartoe wijzen, zo. Je kan iets van een letter op of zo op zijn t-shirt, en een broek aan, zo. En natuurlijk iets van sneakers. Zo. Nou, we hebben een jongetje getekend. Met een grote pet op. Meisjes kan je natuurlijk ook tekenen. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Die hebben dan ook grotere ogen. Maar wel weer diezelfde opbouw, zeg maar. Dus een klein neusje zo. Grote ogen. Zo. Ik geef wel wat wimpers, hè. Maar dan zie je gelijk dat het een meisje is. Dat is in stripwereld zo. Wenkbrauwen. Ja.
Zo. Nou, hier wat haar zo. Nou, dan geven we die vlechtjes. Zo. Oren. Bijna vergeten die oren. Zo. Ja, ook weer die vlecht. Zo. Nou, die kunnen we een jasje aangeven of zo. Een t-shirt. Ik doe bij een vrouw altijd die schouders, of mijn meisje, de schouders omhoog. Een jongen zijn de schouders naar beneden, zoals je ziet. Nou, een meisje. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met kinderen tekenen. Ja, kan ook veel eenvoudiger natuurlijk. Hè. Je kan natuurlijk ook gewoon een bolletje tekenen. Oortjes eraan. Zo. En dan heb je natuurlijk ook een babytje. Dan kunnen we nog eventueel een rammelaar tekenen erbij. Ik weet niet of je dat zo duidelijk uitbeeldt, maar... heeft de rabbelaar vast. Nou, goed. Een beetje een rare baby geworden zo, op deze manier. Maar goed, ga zelf aan de slag met kindertekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.